De supermarkt. Ah, de supermarkt, dames en heren. Gaat u graag naar de supermarkt, dames en heren? U wel. U niet. Ik wel. Ja, ik wel. En weten jullie waarom, dames en heren? Ik deed dat graag. Met oma, vroeger, altijd. Omdat ik dan iets lekkers kreeg. Ja, dat waren leuke tijden. Nu ga ik nog af en toe als ik iets nodig heb. Dat is niet moeilijk, hè? Ik woon in Bilzen. Kennen jullie die stad? U wel? U niet? Momenteel woon ik op wandelafstand van een Lidl, een Aldi, een Bonap en een stukje verder een Carrefour. En als je dan nog verder gaat, dan heb je in Hoeselt nog een Carrefour. Maar daar kom ik nooit. Die Carrefour was vroeger een Delhaize of Colruyt. Of zo. Denk ik. In Hoeselt heb je ook een Aldi. In de Aldi van Hoeselt kwam ik vroeger vaak. Met oma. Daarna zijn we overgestapt naar de Carrefour in Bilzen. Omdat het dichterbij ligt. In Bilzen heb je ook in het centrum een Spar en een Carrefour, die vroeger Alma was. Nooit naar de supermarkt gaan met een lege maag, dames en heren. En waarom niet? Ik was eens in de Carrefour in Bilzen, omdat ik Unicorn Fruit Loops ontbijtgranen nodig had. Die eet ik namelijk graag al sinds dat ik kind ben, denk ik. Kennen jullie die ontbijtgranen? U wel? U niet? Ik wel. Sinds kort ken ik ze. En ik eet ze super graag. Eten jullie graag ontbijtgranen? U wel? U niet? Ik wel. Wat ik zocht bleek niet meer in de rekken te liggen. Dus nam ik iets anders. Eten jullie graag chocolade, dames en heren? U wel? U niet? Ik wel. En het liefst van al, zo van die pralinemelkchocoladerepen van Côte d'Or. Die zijn zo lekker. Ook nam ik dus chocolade. Ook nam ik dus ook die chocolade, omdat die bij ons thuis op was. Het was een paar dagen voor Sinterklaas. En u kent dat wel, dames en heren. Dan ligt er veel Sinterklaassnoep in de supermarkt. Eten jullie graag chocolade, Sinterklaasjes?
U wel? U niet? Ik wel. En het liefst van al de van die witte of bruine melkchocolade Sinterklaasjes. Die zijn zo lekker. En er lagen dus witte en bruine melkchocolade Sinterklaasjes in zakjes daar in de supermarkt. Ik kon de verleiding niet weerstaan, dus nam ik ze maar mee naar de kassa. Eten jullie graag letterkoekjes? U wel? U niet? Ik wel. En in die supermarkt lagen dus zakjes letterkoekjes. Die zijn zo lekker! Weer kon ik de verleiding niet weerstaan. Dus nam ik ze maar mee naar de kassa. Kennen jullie van die koekjes met zo precies zo van die pareltjes op liggen? U wel? U niet? Ik wel. En die lagen daar dus ook in de supermarkt. Die koekjes zijn zo lekker! Normaal ben ik niet zo'n snoeper. Maar dames en heren, als het Sinterklaas is, dan maak ik daar wel een uitzondering van. En kan ik mijn buikje vol snoepen totdat ik buikpijn heb. Weer kon ik dus de verleiding niet weerstaan. Dus nam ik ook die mee naar de kassa. Waar ik alles betaalde en terug naar huis ging met mijn elektrische driewieler. Sinterklaas kwam langs bij ons thuis en bij mij op het werk en zo. En we gingen gisteren ook Sinterklaas halen bij mijn oma. Het resultaat is dus dat samen met wat die ik allemaal in de supermarkt kocht, onze kast thuis dus nu vol met Sinterklaas snoep ligt. De supermarkt. Ga nooit naar de supermarkt met een lege maag, dames en heren. En waarom niet? Een tijdje geleden waren we op vakantie in Spanje. Het eerste wat je doet als je in dat huisje aankomt, is naar de supermarkt gaan om te kopen wat je nodig hebt. Ik ging dus mee naar de supermarkt met een lege maag. Resultaat: alles wat ik daar zag, waar ik zin in had, ging mee naar de kassa. Resultaat: een kar die merendeels vol zit met alles waar ik zin in had, maar waarvan ik weet dat het toch gaat blijven liggen, omdat ik het niet direct opeet. Klinkt dat herkenbaar, dames en heren? Voor u wel? Voor u niet? Voor mij wel. Shoppen, dames en heren. Dat doen we toch graag in de winkel. Meestal bij klerenwinkels en zo. Voor de vrouwen onder ons. Toch? Ja? Nee? Om eerlijk te zijn, shoppen doe ik niet graag. Alleen als het echt nodig is. De winkel, dames en heren. Ik had een nieuwe paardrijbroek nodig.
Dus ging ik met mama naar Decathlon. Ik nam de paardrijbroek mee naar de kassa. Maar ik ging ook naar de kassa met een paardrijstok, paardrijhandschoenen en paardrijlaarzen en zo. Klinkt dit herkenbaar, dames en heren? Voor de ruiters onder ons zal dit wel herkenbaar klinken. Voor u wel, voor u niet, voor mij wel, want ik ben namelijk een ruiter. Niet zo een ruiter die meedoet aan wedstrijden en zo, maar ik ben wel een ruiter en ik doe dat graag. De supermarkt. Ga nooit naar de supermarkt met een lege maag, dames en heren. Want u komt meestal terug met meer dan u eigenlijk nodig hebt. Of u eigenlijk wou kopen. De supermarkt. Dit was mijn stand-up comedy act, dames en heren. Ik hoop dat jullie er een beetje van hebben genoten.